Hallo geocachers, mijn naam is Rogier en vanavond zijn we hier bij het Alblasserbos. En in het Alblasserbos ligt een nachtcache van 3,5 kilometer. We hebben er ontzettend veel zin in en natuurlijk ben ik niet alleen, want vanavond heb ik Bas meegenomen. Hoi, ik ben Bas en in het Alblasserbos ga ik Pokémon zoeken met mijn vader en hij gaat een nachtcache doen. Ja, dus laten we hopen dat we vanavond en vannacht de weg kunnen vinden naar de geocache. En laten we ook hopen voor Bas dat we een paar nachtpokémons tegenkomen in het Alblasserbos. We gaan op zoek naar de eerste reflector, jongen. Ja. Let's go. Kijk, Bas, volgens mij zie ik daar de eerste reflector. Dat is mooi dat we dat zien. Want daar zijn we dus blijkbaar naar op zoek. Oké. Heb ik hem? Ga ik hem hebben? 3, 2, 1. En we hebben hem. Wat is dat? Dat is een bij en die heb ik nog niet. Oh. Een bij-Pokémon? Ja, rechtsboven. Oh, kun je die pakken vanaf hier? Nee, dat niet. Hij moet op de kaart staan. Oh, jammer. Nou, misschien komen we hem zo nog tegen. Ik hoop. Want ik zie hier, Bas, ja, op die brug, drie dingen. Zie ik drie dingetjes. En dat betekent volgens mij dat we hier een aanwijzing moeten gaan zoeken, denk ik. Ik weet ook niet waar we nou op zoek zijn, hoor. Zie je hem? Weet je wat ik denk? Dat we hier een spiegeltje nodig hebben. Die stond namelijk in de listing, het spiegeltje. Dus we gaan eens even kijken. Als het goed is, heb ik die meegenomen. Ja, en ik zit op dit eerste waypoint natuurlijk gewoon weer veel te moeilijk te doen. Dus als ik goed kijk, dan zie ik dat de aanwijzing hieronder op de brug zit. Gewoon even bukken en je ziet hem al. Is het eng? Ja. Waarom? Fucking donker. Oh, ja, het is wel donker, hè, daar. Ja, het is wel donker. Ik heb afgelopen tijd zoveel horrorfilms gekeken dat ik op het begin echt gaan lopen. Je hebt gewoon te veel horrorfilms gekeken de laatste tijd. Ja, oké. We zijn dus de hele tijd aan het zoeken naar de eerste aanwijzing. En die is echt, echt heel erg leuk verstopt. Ik ga je niet vertellen hoe, maar hij is echt heel origineel verstopt. Je moet even zoeken, maar op een gegeven moment ga je natuurlijk wat dingen onderzoeken, wat dingen kijken bij bomen, bij hekken. En op een gegeven moment is ons wat opgevallen en hebben we de nieuwe aanwijzing gevonden. We staan hier bij het volgende punt waar een aanwijzing zou moeten zijn. En ik zie hier een hele mooie oude dode boom. En ik neem aan dat we daar echt moeten zoeken voor die aanwijzing. Ja, ik zie de aanwijzing. En ik ga jullie weer niet vertellen waar ik hem gevonden heb. Want hij is weer echt leuk verstopt. Ja, en de aanwijzing is gevonden. En voor deze aanwijzing, dat is leuk, hebben we een UV-lamp nodig. Want zonder die UV-lamp zie je helemaal, helemaal niks. We gaan kijken. Zie je wat, Bas? Ja, ik denk dat ik wel een 3 zie. Ik zie het verschil niet. En nog een paar andere letters, maar dat kan ik ook niet lezen. Oké, ik denk dat we hier even het slootje over moeten, Bas. Even kijken of het slootje leeg is, of er geen water in zit. Zal ik eerst gaan? Kom jij naar mij, ja? Ja. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Gelukkig hebben we laars aan. Thank you.
Voorzichtig met de brandnetels en er zit modder onder in de sloot. Het valt op zich mee. Lukt dat? Pas op voor je handen en de brandnetels. Yes. Hoi. Nog Pokémon's hier? Ja. Ja? Ja. Echt? Ja. Waar dan? Welke zijn hier? Een Caterpie en een Krabby. Oeh, pakken dan. Heb ik al. Mooi. Oké, Bas, we moeten hier door een woud van brandnetels, zie ik al. Gelukkig hebben we lange broeken en lange mouwen. Anders was het drama geweest, denk ik. Maar we zijn er bijna. Maar er zijn hier ook zoveel muggen. Ja, er zijn heel veel muggen hier, ja. Gelukkig hebben we muggenspul gebruikt. Wat heb je, Bas? Er is een ei uitgekomen. Een ei uitgekomen? Wat betekent dat? Dat er een Pokémon uitkomt. Dat er een Pokémon uitkomt? Een Rhyhorn. Oké, dus nou heb je een Pokémon uit een ei laten komen. Ja. Wow. Vinden we hier gewoon midden in de nacht in de bossen nog een Rhyhorn ei. Die nog uitkomt ook. Ja. Nou, gefeliciteerd met je Rhyhorn. Dank je wel. Zo, ik heb net de CO eventjes een bericht gestuurd. Want we waren bij het volgende waypoint. We konden het echt niet vinden. En direct achter elkaar. Ik heb geen idee of die CO nog terug mailt zometeen. Maar direct achter elkaar vinden we hier een lichtgevend driehoekje. En de volgende aanwijzing. Zo. Bas. Ja. Gaat het allemaal nog? Ja hoor. Hou je het nog vol? Ja. Wordt wel laat al, hè? Ja. En allemaal vieze beestjes. Echt, hè? Ja. En we zijn goed onderweg. Dat is mooi. Let's go. Het is wel lekker off the road, hè, allemaal? Hè? Ja. Heb je nog Pokémon's? Nope. Oké, we moeten weer even door een slootje, Bas. Ja. En dan door zulke hoge brandnetels. Oh nee. Dus, ik ga het even proberen, ja? Ja. Slootje is weer modderig, maar er zit geen water in. Wow, een hele hoge brandnetels hier. Oh nee. Wow, moet je kijken, echt manshoge brandnetels. Dat doet pijn. Ah. Wat een brandnetels, hè? Woe! Dit zouden wel eens berenklauwen kunnen zijn, ja. Uh-oh. Papa, of niet? Wil je alsjeblieft doorlopen? Wow joh, waar zijn we allemaal uitgekomen joh. Nou, hier is weer iets van een pad. Dit ziet er weer beter begaanbaar uit. Oh. Volgens mij moeten we die kant op. Ah. Wow, dit is wel leuk Bas. Ja, midden in de bush komen we hier gewoon bij een hekje uit. En ik denk dat we hier de volgende aanwijzing moeten zoeken. En dat is... een staaf met een magneet erop. Dus even kijken of we iets te pakken krijgen. Nee, toch niet. Pakken we even iets anders. En ik heb ook nog een magneetje aan het touwtje. Hoppakee, we hebben de volgende aanwijzing te pakken. Eens even kijken waar we naartoe moeten. Ja, we moeten nou even een heel stuk langs een sloot lopen. Want we moesten eigenlijk naar de overkant. Maar als je hier naar de sloot kijkt, dan is die echt wel veel te groot, zou ik maar zeggen. Dus het lijkt niet zo ver, maar dat gaan we niet redden met springen, ben ik bang. Dus we moeten even helemaal daar naar het einde. En daar is een bruggetje, zie ik op mijn kaart. Dus... Oh, ik zeg 14 meter, maar we zijn er gewoon al, joh. Hartstikke ideetje. Ga maar eens kijken. Oh, een kikker. Oh, een kikkertje. Is dat wat? God, yes, volgende aanwijzing. Ik ga het kikkertje zoeken. Ja, dit is wel heel erg leuk, want wat je nu vindt zijn een aantal kringeltjes. Met een aantal kraaltjes eraan. En het is natuurlijk een nachtcache, dus doet lampjes uit. Hoppakee, allemaal glow in the dark. En we kunnen naar het volgende coördinaat. Even door het slootje. Handen omhoog voor de brandnetels. Handen omhoog. Oh joh. Dat is zo duur, man. Yo, daar hebben we een geel puntje. Dat betekent dat vlakbij de volgende aanwijzing moet zijn. En ja hoor, pas openmaken. Dan kunnen we door. We hebben weer een puzzeltje te pakken. We gaan eens even kijken wat we hiermee aan moeten allemaal. Yep.
Oké, op zoek naar het ene laatste waypoint, Bas. Over 80 meter alweer, dus dat is echt een stukje van niks. Ik heb een hele mooie plek gezien waar vast de aanwijzing verborgen zit. Eens even kijken of hier misschien wat te vinden. Ik denk dat hier wel een slootje achter zit, Bas, dus kijk uit. Ja. In ieder geval water. Oké, Bas. Ja. We zijn gewoon 77 meter van de eindcache verwijderd. Yes. We hebben het gehaald. Nice. Let's go. We gaan die cache halen. Heb je hem? Oh, is dat hem echt? Maak open. Yes, Bas. We hebben hem. Yes, nog één. En nog een box. Wow, we hebben hem, man. Woe. Het is gelukt. Zonder hulp van de CEO zelf. Dank je. Voilà, daar staan we. Oké, Travelbuck erin, konijntje. Travelbuck 12 provincie race. Dat erin, dat zit nog. Alright, licht hem Bas. En let's go. Daar gaan we. Oh, Zo. Oh. Eindelijk. Dat is lekker Bas. Dat was echt zo'n lange reis, hè. Dat was een lange reis. Door de bush. Ik vond het een echte geocache tocht. Ja. Zo door de bush, in het donker. Echt super leuke opdrachten. Hele mooie waypoints. Echt allemaal stuk voor stuk heel origineel bedacht. Waarschijnlijk zijn we een paar keer gestoken door brandnetels en muggen en zo. Ja, dat zit er sowieso wel in. Ja. En we moeten thuis ook nog goed checken op het teken. Ja, en ik ga deze geocache wel echt een dikke vette favoriet geven. Want, hij was super leuk. We hebben er lang over gedaan. Heerlijk. Maar toch ook wel weer blij. Dat we naar huis kunnen. En we gaan even kijken of we de grote gele M nog kunnen vinden. Tenminste eentje die open is. Check. Guardian. Vandaag zijn we ergens in Zeeland op zoek naar een superleuke gadget cache. Ik zie een soort vogelhuisje, kan alleen niks in, want hij is natuurlijk afgesloten. Zoek de logrol met de juiste tools zonder geweld te gebruiken.